Wat is dit volgens u? Een chocoladeletter. Ja, chocolaatje. De F van Ferdinand. Dit is een chocoladeletter F. En als je goed kijkt... Kijk dus goed. Er staat een F. Weet je wat het is? Nou. Het is een eerlijke chocoladeletter. Oké. Okay. Ik weet niet precies wat het inhoudt, nee. Maar het zal wel met andere stoffen, eerlijke stoffen gemaakt zijn. Dat heeft met die boeren te maken die niet goed betaald krijgen, geloof ik. Ja, dat zie je aan de buitenkant niet. Ben je ermee bezig? Niet echt heel erg, nee. Waarom niet? Ja, omdat ik ook vooral aan mijn eigen centen denk natuurlijk. Ja, ik ben er bewust mee bezig. Omdat ik het belangrijk vind dat, dat de boeren een eerlijke prijs krijgt en dat je dus eerlijke chocolade. Als het niet te duur wordt, dan zou ik het wel kopen, ja. Ik sta absoluut achter eerlijke handel, alleen ik ben geen utopist, want ik weet dat het achter de schermen niet gebeurt. Helaas. Af en toe als ik het op het nieuws hoor, denk ik, oh ja, dat is wel zo. Als ik dan naar de winkel ga, als het zou liggen, zeg maar, en het zou een paar dubbeltjes schelen, zou ik het waarschijnlijk wel halen, dat wel. Maar het ligt er niet, of tenminste, ik zie het niet liggen.